even binnen door de Rutgers gaan. Mevrouw van Soest Jansbeke was van 16 september 1980 tot 13 september 1983 lid van de Eerste Kamer. Zelfgebakken vlaai, wel even in de Riegonstol. Voor de geestelijke verzorging kostte de militair terecht in de Piottenwei. Het is nu 70 jaar geleden dat de Venlose bruggen doelwit waren van intensieve bombardementen van de geallieerde luchtmacht. Bij die bombardementen kwamen 285 mensen om en raakten 177 mensen gewond. Vroeger was dit de Havenstraat en tegenwoordig heet het de Victor de Steurstraat. Michel Bouts was tot zijn pensioen directeur-eigenaar van Bouts Verffabriek aan de Antoniuslaan te Blerik. We gaan nu naar het Laurentiusplein. Zichtbaar is Berde, de Noordkerk, Tivoli en de Lambertusschool. In Blerik is het nou vrij parkeren. Dat is ook wel te zien. Klooster Maria Regina van 1896 tot 1945. Het eerste Chinees-Indisch restaurant in de Kloosterstraat. Tussen het politiebureau en Azië loog dit pand. Dit pand is afgebroken en de huurmol opnieuw opgebouwd. Het politiebureau in Blerik bestond van 1945 tot 1975. Tot 1994 waren er dus ook geen politiebureau meer in Blerik. Even verder bij Hafmans kon ze alles kopen. De Grot van Calypso, ook wel het Sloekhoes genoemd, bestond van 1905 tot 1965. Ook kon ze lid worden van het Broederschap van het Beer. Dit hield in dat ze 12 halve liters moest drinken binnen 12 uur. Frietkroom heet Ben Smeets nog de frietjes verkocht. Later heet er Schenkske Schreurs ingestolen. Dit is een ingekleurde foto van Erik Jansma. Het ziet er niet onaantrekkelijk uit, moet ik zeggen. Zangkoor Sint-Antonius op bezoek bij Beerkerp. Pand van Hoof, Lammers en Aerts, gesloopt in 1971-72. Heloge fietsenwinkel van Hoogstraten, Kapper Tuils en door tegenover loog de viswinkel Leen Verbaan. Al Blerik. Een café waar van alles te doen was. De worstelclub, biljarten, de doeven worden er geringd, broeloften, enzovoort, enzovoort. We zien nog altijd in de Eerste Grijvenloonstraat.
de Rut Gerensgang, Maasveldstraat en de eerste Graveloomstraat wordt de melkfabriek loopt. Kanjel zit het verbouwd tot meubelzaak. Links loeg Bekker Canyons, door tegenover de slechter Beerde, ook wel Gerrit de Slup genoemd, en aan de rechterkant door loeg van Ommeren de Groenteboer, later heet er Tebbe gezeten. Die panden zijn in 1970 allemaal gesloopt. Dit zijn huisje stond er in 1978. Heel hoog dan Garage Smits, heb ik me laten vertellen. En heel op de hoek loog dan de eierveiling van Piet en Mart Cartier. Tegenwoordig is het een fietsspeciaalzaak.